Het is de 103e Vierdaagse en daarom de Vierdaagse in 103 seconden. Klaar? Ja! Go! Wat goed is om te weten, ik heb zometeen dé tip om de hele Vierdaagse of de hele feesten zonder een centje pijn door te komen. Daar gaan we. Begin bij begin. De Vierdaagse bestaat dus uit de Vierdaagse Mars en de feesten. De stad ziet groen van de soldaten en die slapen allemaal op Heumsoord. Gereedschap is belangrijk, goede schoenen dus. En wat ook belangrijk is, goed eten. Nitraatrijk, zeker als je loopt. En als je loopt, dan start je op de wedren. Daar kun je voor koffie terecht bij de mensen van Alberon. En ik ben er trouwens ook om je uit te zwaaien. Sta je dan aan de kant, juich dan net ietsje harder voor mensen die met een speciale reden lopen. Bijvoorbeeld voor het goede doel of ter nagedachtenis aan iemand. Over juichen gesproken, woensdag is de dag van wiegen en je mag dan Magic Mile eigenlijk niet missen. En het is dan ook roze woensdag en dan kun je natuurlijk niet om de TomTom heen. Trek je roze shirt aan en gaan. Of je jurk natuurlijk. Vervoer? Kom met de trein. Je komt met de auto de stad helemaal niet in en met de trein kom je ook dronken nog veilig thuis. En als je moet plassen, zoek dan even een toilet voordat je een hele natte broek hebt. En daarnaast hou je ze trouwens sowieso overal in de gaten. Oh ja, en je krijgt dus zometeen die tip nog van mij, hè, om die Vierdaagse ongeschonden door te komen. Dat biertje dat kun je natuurlijk halen waar je wil, maar bar 2 is ontstaan uit de Vierdaagse en je weet daar in ieder geval wel waar het bier vandaan komt. En hoe zat het ook weer met die tattoo? Nou goed, loop je verder de stad in, dan zie je vanzelf het Reuzenrad, want dat staat hoger dan ooit. En nog verder kom je bij Smaakmaart Labyrinth en het pontje naar het festival op het eiland. Oh, en vergeet op het Hertogplein Benny Solo vooral niet te bedanken voor de confetti. De DAR die maakt dan de stad weer schoon, zodat jij de dag erna weer fris kunt beginnen. Oh, en dan nog even die tip als je dus echt de Vierdaagse ongeschonden... Jongens, serieus, is de tijd om?